Welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we even de markt bespreken. Ik begin even op het monthly timeframe van de Bitcoin chart om te kijken hoe Bitcoin er eigenlijk voor staat. Wat we zien is na deze impuls, we zijn vanuit hier in één keer naar boven gegaan, zien we een gezonde correctie en verwachten we eigenlijk verdere continuatie naar boven. Als we hem vanaf hier zouden opmeten, een Fibonacci vanaf de low waar de impuls begon tot aan waar die geëindigd is, zien wij dat we een correctie hebben gehad tot Fibonacci niveau 0.618. Nou, dat is goed. Wat willen we hierna zien is eigenlijk op het monthly timeframe verdere continuatie naar boven. En vooralsnog zijn we daarop aan het wachten dat we nog verder omhoog kunnen gaan. Dan gaan we even inzoomen naar het weekly timeframe, wat we daarop zien. Nou, heb je die correctie gehad, hè? Je zet hier je vorige high neer. Dit was je low. Dan zet je een higher high neer, want je high is hoger dan deze high. Je hogere low, dus je hogere bodem ten opzichte van deze bodem. En dan zet je weer een nieuwe high neer. En dan gaan we nu waarschijnlijk een nieuwe low creëren. Nou, zolang die low eigenlijk hierboven is, dus boven je vorige low hier zo, kunnen we stellen dat we nog steeds bullish zijn en dat we eigenlijk op het weekly timeframe ook verdere continuatie naar boven kunnen verwachten. Komen we hieronder, dan is het op het weekly timeframe iets anders, maar dan neemt het nog niet weg dat we op het monthly timeframe nog steeds erg goed bij liggen. Dus het grote plaatje ligt er gewoon goed bij. Dus een low om in de gaten te houden is een weekly low hier zo. En daar willen we eigenlijk geen weekly close onder hebben, want dan wordt het weekly timeframe bearish. We gaan even inzoomen naar het daily timeframe. Wat zien we daar? Op het daily timeframe zijn we vanaf, dit was je laatste high en hier je low. Nou, je neemt in deze push, neem je vorige low uit. En je zet uiteindelijk een low neer. Helemaal op 56, rond 57k. Je nieuwe high en je structuur blijft naar beneden. Laat hier even intekenen. Je high, nou, wil je bullish worden, moet je hierboven komen. Nou, dat gebeurt niet. We zetten een lower high neer. En dan zetten we ook, dit was je low, zetten we een lower low neer. En hier creëren we weer een lower high, waarna een lower low volgt. Dus zo beweegt de markt. En we willen eigenlijk zien dat de markt weer bullish gaat worden. Nou, dit is de lower high die neergezet is ten opzichte van deze. Nou, dit is weer een lower high. En we lijken nu weer een low high te gecreëerd hebben. Dus willen we de structuur breken, dan willen we eigenlijk hier niet onder komen. Maar dan willen we vanuit hier boven je vorige high gaan komen. En dan pas zullen we weer bullish worden op het daily timeframe. Dus dit is je low. Hebben we een daily close hieronder. Blijven we bearish en kunnen we naar targets nog steeds naar beneden kijken. Komen we hierboven nu, dan worden we weer bullish. En dan kunnen we verder naar boven kijken. Dus dan gaat de markt veranderen en dan zullen we weer naar boven kunnen bewegen. Nou, de laatste keer dat we dat hebben gezien ging dat best wel snel. Nou, dit is je weekly lower, die groene lijn. Heb ik er even opgezet. Kijk hier bijvoorbeeld, hè. Hier was je vorige high en hier je low. Je neemt je low uit, zet een lower high, lower low, lower high. Je neemt niet je low uit, maar je pusht in één keer naar een high. En je gaat in één push door. Dat is wat de cryptomarkt heel vaak doet. Hij pusht in één keer door. Dus als hij wil, dan blijft hij gaan. Dus worden we bullish, dan is het mogelijk dat we heel hard naar boven kunnen gaan. Moeten we even afwachten hoe het precies gaat uitkomen. Nou, voor nu zijn we nog steeds bearish. Dus kunnen we nog steeds verwachten dat we verder naar beneden gaan. Wat ik interessante inschouwmomenten vind. Kijk, als we op het daily timeframe kijken, ligt er een demand zone hier zo. Dat wil betekenen dat hier veel vraag naar is. Dus we hebben hem hier al een keertje erin gewikt, maar komen we weer tot dit niveau. Dus hier zo, we hebben die 43,2k ook. Komen we hier weer. Ben ik geïnteresseerd om weer in te schalen? Op dit moment nog niet. We hebben al wat ingeschaald toen we die dip kregen hier zo. En voor nu ben ik eigenlijk aan het afwachten of de markt verder naar beneden poest. Dan gaan we meer inschalen. Of de markt moet switchen naar bullish. En dan ben ik geïnteresseerd om in een higher low in te schalen. Nou, dat is eigenlijk wat ik zie op het daily timeframe. We kunnen nog eventjes naar het
4 uur tijdframe gaan kijken. Zoomen we een klein stukje verder in. Nou, en in de 4 uur tijdframe geeft dat constructie ook aan. Hè? Je low, je high, lower low, lower high. Dus op het 4 uur tijdframe ziet het er ook bearish uit. Nou, je had een flinke push. Ik had in een update gegeven dat als we bullish zouden gaan worden, dat ik geïnteresseerd was in een positie als we hem zouden rejecten rond dit niveau hier. Maar hij bleef maar naar beneden pushen en we hebben nooit een structure break gehad hier zo op het lower tijdframe. Dus we waren niet geïnteresseerd en de markt pusht verder naar beneden. Nu is het afwachten of we de low gaan uitnemen en het structuur naar beneden doorzetten. Of dat we hem gaan kantelen. Dat is eigenlijk hoe Bitcoin erbij ligt. Dus we zijn nog steeds bearish. Ik kijk nog niet naar targets naar boven. Want we moeten eerst structuur breken en dan pas ben ik geïnteresseerd weer in hogere posities in te nemen. Voor nu kijk ik dus nog steeds lager naar de 43k. 40k vind ik mooi hier tussen die demandzone, vind ik een mooie zone. En als we hier een klein beetje kijken, ietsjes hoger. Rond dit niveau ben ik ook wel geïnteresseerd weer in een kleine positie. Mogelijk een treetje op te pakken rond die 44, 43,8. Dan moeten we even afwachten, maar daar zijn we al verder op ingegaan in het membergedeelte. Ben je nog geen member? Hieronder in de beschrijving kan je member worden. Oké, dit is eigenlijk Bitcoin. We kunnen Ethereum er ook nog even bij pakken. Hoe Ethereum erbij ligt. We zullen ook even weer groot beginnen. Wat zien we op het monthly timeframe van Ethereum? Nou, op monthly timeframe is die erg bullish. Hè? Dit was je high, nieuwe low, high, low, high. En nu verwachten we een higher low om weer continuatie naar boven te creëren. Dus op het monthly timeframe ziet hij er erg bullish uit. We kunnen deze impuls nog even meten tot we de correctie hebben gezien. Nou, de correctie is net onder VIP 0.6 en 8 komen hier tussenin. Dus ziet er gewoon gezond uit. Monthly timeframe bullish. Zoomen we in naar het weekly timeframe. Wat zien we op het weekly timeframe? Nou, we zien dat die impuls al iets lager is begonnen op het weekly timeframe. En dat we precies VIP 0.6 en 8 hebben gerecheckt. Dat is natuurlijk nog mooier. Dus hier kunnen we een beetje klein beetje meer inzoomen. En wat zien we op het weekly timeframe is low, high, low, high. En nu verwachten we een nieuwe low om vervolgens een nieuwe high neer te zetten. Dus ook een nieuwe all-time high zou dat zijn voor Ethereum. Dus dat is het weekly constructie. We gaan naar de daily constructie. Wat zien we hier? Daily doet hij eigenlijk hetzelfde als Bitcoin, hè? We zien hier je lower high is lager dan deze. Hier is hij ook lager. Dus een lower low lager dan die. Lower high weer. En we zetten lower low, lower high. Dus wat kunnen we verwachten? Mogelijk dat we verder naar beneden gaan. Dat is hoe de constructie ons aangeeft. Willen we dat niet, dan moet hij ons een higher low neerzetten. En dan moet hij hem hierboven breken. En dan pas ben ik geïnteresseerd om hoger een positie in te nemen. Voor nu zou ik nog steeds verder naar beneden kijken. Nou, wat vind ik dan een interessante buyzone voor Ethereum? Dit stukje. Het komt overeen met VIP 0.618. Dus komt Ethereum nog lager, ben ik geïnteresseerd hier zo om weer een positie in te nemen. Tenminste, mijn positie te vergroten, want ik heb uiteraard nog steeds een positie. En die ben ik hier geïnteresseerd om te vergroten en dan mogelijk dat we die gaan rejecten en een nieuwe high gaan neerzetten. Dus, over het algemeen ziet de markt er nog steeds bearish uit. En zolang we bearish zijn, moeten we gewoon rationeel naar de markt blijven kijken, waar zullen wij instappen. En het is niet dit niveau. Voor nu kijk ik echt hiernaar. Bij allebei Bitcoin nog steeds omlaag. En bij Ethereum ook nog steeds omlaag. Ja, dit was eigenlijk de video. Een korte update over Bitcoin en Ethereum. En als jullie vragen hebben, join zeker de Discord. Link staat in de beschrijving. En als jullie vragen hebben, stel ze in de Discord. Tag mij of er zijn mensen die het allemaal weten, dus het is erg gezellig aan het worden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag bij de volgende video. Later, ciao ciao.